gaan het dit keer hebben over de basics van de koppelomvormer. En dan hebben we het over een stukje van de aandrijflijn. Eigenlijk een deel van de vloeistofkoppeling tussen de verbrandingsmotor en doorgaans een automatische transmissie. Nou, om een idee te krijgen hoe dat werkt, ik zal eerst even gaan we terug naar de vloeistofkoppeling zonder koppelomvormer. Even kijken hoe dat werkt. Dat is in principe een pomp die werkt met allemaal met centrifugaalkracht eigenlijk. Het is een centrifuge waar de olie naar buiten geslingerd wordt. En als ik dat dan teken, dan moet je je voorstellen eigenlijk een soort krans van allemaal elementjes. Die elementjes die zien er ongeveer zo uit. Het zijn gebogen buisjes eigenlijk. Zo. Het zijn allemaal kokertjes. Hier kan olie in, vloeistof, en dat gaat dan zo en dan draait het naar rond en dan komt het daar weer uit. Dit is een gesloten binnenkant. En als ik dan maar heel veel van die dingetjes naast elkaar doe, dan wordt het een krans. En als ik dat een klein beetje draai, dan ziet het er aan de zijkant ziet dat er zo uit. Zo. En als ik ze allemaal naast elkaar heb, dan heb ik dus zo dus een hele boog. En als ik dan dit verbind met de motor, of het vliegwiel, en ik doe aan deze kant doe ik een soort gelijk element in een cirkel. En dat verbind ik richting de transmissie. Nou, als ik dat in een gesloten behuizing stop, gevuld met vloeistof, dan noemen we dit de pomp. En dit is de turbine. Mijn bord beweegt een beetje, maar het moet leesbaar zijn. Nou stoppen we in die pomp. Dus het zit natuurlijk helemaal gevuld met vloeistof, dit geheel. Dus de behuizing eromheen, zo. Wop. En het wordt dan hier en daar vloeistof dicht afgesloten. Als hier al een druppel olie in zit, vloeistof, en die pomp die gaat draaien, dan krijg je natuurlijk het centrifuge effect. Dus dat gaat die kant uit. Dat wil naar buiten. Dan botst het hier tegen die ronde rand. Dus dat druppeltje, dat komt er dan zo uit. Ik zal het eventjes met rood aangeven, dat is misschien even overzichtelijker. Dus dat gaat er hier zo in en dan komt het er hier weer uit. Nou, dat is met deze ook. En die gaat hierin en die botst tegen deze aan. En als je dat een beetje slim richt, deze kant, de turbine, die zit ook allemaal van die schroepjes in. En als je het naast elkaar tekent, dan is het natuurlijk gewoon een systeem met allemaal schroepjes. En die neemt die turbine mee. En die turbine die gaat draaien. En natuurlijk hoe harder die pomp gaat draaien, hoe harder ook die turbine mee gaat draaien. Het is overigens zo dat ze zullen nooit exact hetzelfde toerental draaien, dus het is altijd een verlies. Zie je het eigenlijk als een windmolentje wat je voor een ventilator houdt. In dit geval is het dan geen vloeistof, maar lucht. Dat wordt tegen dat molentje, van het kermismolentje, aangeblazen. Maar ze zullen nooit allebei even hard draaien, dus altijd een verlies. Dus wrijving, warmte, allerlei soorten verliezen. Maar goed, dit is dus eigenlijk, dan zit het aan de andere kant natuurlijk ook, want het loopt helemaal door. Dan krijg je de doorsnede. Hier ook weer zo'n helft. En daar ook. En dit zit natuurlijk ook weer. Nou, we moeten het een beetje in het midden houden. Zo. Het vliegwiel. En dit zit dan ook samen weer op dezelfde as richting de versnellingsbak. En zo slingert die vloeistof vrolijk in de rondte om die turbine mee te nemen. Nou, dat richten van die schroepjes, daar is lang over nagedacht, daar zitten vormen in. Overigens is het natuurlijk wel zo dat de diameter neemt toe, dus de energie neemt toe ook als het boven komt. En Als je het recht van voren bekijkt, dan ze moeten natuurlijk met z'n allen naast elkaar zitten, al die vakjes. Dat is een beetje overdreven, maar dan betekent het natuurlijk zo. Hè? Net als met partjes van een sinaasappel, die lopen allemaal een puntje uit. Dat betekent ook dat deze uitsparing, die zit een beetje meer aan de bovenkant. Zodat dit oppervlakte van de doorgang
gelijk is aan de ingang aan de pompkant. En dat is natuurlijk de uitgang aan de turbinekant. Nou, dit is eigenlijk in het kort een vloeistofpomp. Ik kan nog eventjes in een grafiekje uitzetten wat het rendement is. Dat werkt dan zo. De verhouding tussen de toerental van de turbine en van de pomp. Nou, die benadert 1, maar die zal er nooit helemaal komen. En dit is dan het rendement. Nou, als die turbine stilstaat, dan is dit 0. Dan zitten we hier ook op 0. En ja, hij staat stil, dus er wordt geen beweging overgebracht. Dus dan zitten we hier op 0. En het rendement, ik zei al, er is altijd een verlies. Dus als dit 100% is, en we hebben hier al 1, en dan kom je hier uit. Nou, dat wordt in de praktijk niet gehaald. Dus je komt ongeveer zo uit. En dan zakt die vlak daarvoor zakt die in. Want dan draaien ze nagenoeg even snel. En dan wordt er geen kracht meer afgegeven. Goed, dat is natuurlijk leuk. Ik zal eventjes nog even bijzetten dat met even in de ideale situatie is natuurlijk het koppel wat de pompen afgeeft, is gelijk aan dat, of negatief dan natuurlijk, aan wat de turbine is. Dus bij elkaar opgeteld zijn ze altijd 0. Een klein vliesje hier en daar moeten nemen. Maar goed, het kan nog mooier. En dan komen we bij de koppelomvormer. Stel je voor, we gaan eens eventjes iets anders tekenen. Ik heb hier een buisje. Zo, dat lapt een beetje toe. In dat buisje, daar spuiten we een vloeistof. Die spuiten we naar buiten. En dat buisje, dat heet toevallig pomp. Toevallig hoor. En die vloeistof die eruit komt, die zal ik eventjes dadelijk in het rood tekenen. Maar die spuiten we in een schaal. En die schaal die loopt een beetje zo. Een halve bol. En die vloeistof, ik had het niet blauw getekend, maar goed, die spuit zo tegen die schaal aan. En dat betekent dat er een kracht op die schaal gegeven wordt. En dat betekent natuurlijk om die schaal op zijn plek te houden, dat er een kracht de andere kant uit gaat. Nou, dat kan. Dat zien we hier bij die pomp eigenlijk ook. Hè? En die turbine, als we die schaal nou de turbine noemen. De kracht die deze opwekt, die is aan de andere kant tegengesteld. Maar die vloeistof, ja, die kun je natuurlijk uit die schaal laten vallen, maar daar kun je ook wat zinnigs mee doen. En dan loopt het via de onderkant van de schaal, spuit die vloeistof die kant uit. En als ik dit nou aan deze kant ook weer een schaal zet of iets anders, dan werkt dus de kracht van die uittredende vloeistof, dat is de onderste pijl, die werkt op die onderste schaal, waar ook weer een kracht op komt. Zeker als je bedenkt dat ik die onderste schaal gewoon vastzet aan de omgeving. Dan heb ik dus eigenlijk door deze tweede schaal, en als we die nou eens eventjes omdat die stilstaat stator noemen, S, dan heb ik met behulp van die vaststaande schaal de kracht uit die pomp verdubbeld in die turbine. Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als we dat hier ook konden doen, en dat kan. En dan krijgen we de volgende situatie. Ik zal hier alweer een pomp tekenen, maar we tekenen niet helemaal half rond zoals we hem daar hadden. We voegen er wat aan toe. En dat doen we aan de turbinekant ook. Oh, dat is niet helemaal mooi, Cornelis. Even een beetje hieruit komen. Zo. En dan doen we hier een derde element, waar hier de pomp, turbine, en dan zetten we hier tussen. Ik teken niet hier hè, alsof het een stuk uit elkaar staat, maar het zit allemaal vrijwel tegen elkaar aan. Een klein beetje speling om te voorkomen dat als het uitzet en beweegt niet tegen elkaar aanklapt, maar dat is echt minimaal, want anders zou natuurlijk alle vloeistof alle kanten uitspuiten en dat wil je niet. En dan hebben we hier nog een derde element. Dat is die stator. En die stator, die zit met een vrijloopkoppeling, dan zit die vast aan het huis van de vloeistofkoppeling. Een turbinehuis, zeg maar. Nou, deze zit weer, ik poets het even voor de duidelijkheid even weg. Deze zit weer aan de motor vast. Deze is de uitgaande as. En de vloeistof
die hier alweer in de rond gepompt wordt, die botst. Dus we krijgen eerst krijgt die turbine een set van de pomp, van de vloeistof uit de pomp. Vervolgens die vloeistof die wordt, komt terecht op die stator. En dan krijgt hij dus nog een extra set. Voorwaarde is wel dat we dus niet meer allemaal netjes van die parallele segmentjes hebben, van die partjes. We moeten er als het ware voor zorgen dat die vloeistof zich kan afzetten. Nou, eigenlijk als ik dan dat hele ding eventjes weer openklap in de zijkant, dan zetten we alle segmentjes van de pomp, die zou je een klein beetje achterover moeten richten zo. Een beetje krom. En als ik dan zo'n segmentje van elk onderdeel eruit pak en ik teken die naast elkaar, dan heb ik hier al de stator. Dan heb ik hier de turbine. Zo, een stukje uitgesneden. En hier de pomp. En om je niet helemaal het bos in te jagen, geven we alles even een nummertje. Dit is punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5 en punt 6. Mooi. En hier ga ik hier ook even een nummertje geven allemaal. 2 is de uitgaande kant van de pomp. 1 is de ingaande kant. Dit is de uitgaande kant van de stator. 5, 4 en 3. Nou, ik had hier al die segmenten van de pomp een beetje verbogen, zodat ze makkelijker in die turbine spuiten als het ware. En nou, dat ziet er dan een beetje als volgt uit. Overdrijven een beetje. Dat komt zo. En in de wieren turbine is ook een beetje de andere kant uitgebogen. Dus hier al verlaat die olie de pomp. En nou ja, goed, komt aan de andere kant. Of ik zou hier er nog een paar naast kunnen tekenen. Maar goed, die komt hier al. En die botst hier tegen die turbine aan. En die turbine die krijgt een douw die kant uit. En in die turbine draait die vloeistof een beetje bij en die komt in de tegen de stator aan. En die stator die geeft ook een speciale vorm, een beetje een hockeystick effect. Zo, hoppakee. Dat die vloeistof maakt hier een klein bochtje en die komt hier en die botst hier tegen die stator aan. Maar ja, goed, dat resulteert natuurlijk in een afzettende kracht in die turbine. Die kant op, net als daar al. Dus hij krijgt en een tik van de pomp en terugkaatsing van die stator. En vervolgens komt die vloeistof vanuit de stator weer in de pomp en begint het hele circus weer van vooraf aan. Nou, het meeste effect is natuurlijk als die stator stilstaat, dan kun je het beste afzetten. Tegen iets wat stilstaat, tegen iets wat meebeweegt, wordt het al minder. En ja, op een gegeven moment die pomp, of die pomp en die turbine die beginnen lekker te draaien. Die turbine die draait vrolijk in de rondte. En dat betekent eigenlijk dat als ik hier op punt 5 en punt 4 heb, dat die vloeistof die eerst nog die kant naar achteren spuit, als dat toerental van die pomp en die beweegt die kant uit, of die turbine beweegt die kant uit, dan gaat die vloeistof die gaat natuurlijk eerst nog een stukje die kant en die wordt steeds verder die kant uit meegenomen. En dat betekent op een gegeven moment dat die, ja, eigenlijk hier ook tegenaan botst in die stator en ja, dan drukt hij zichzelf terug. En dat zou een tegengesteld effect geven wat je totaal niet wil. Daarom zit er een vrijloop op die stator. En dat betekent dat, nou ja, zolang het nog net kan, dat er nog een vorm van afzet is tegen die stator. Maar loopt het toer er op, dan neemt die pomp eigenlijk gewoon die stator mee. En daar zit een vrijloopmechanisme en dat werkt doorgaans met kogeltjes en veertjes. En dat ziet er als volgt uit. Als ik hier zo één kant heb, daar zitten kogeltjes op. En die kogeltjes die geven hier al een beetje ruimte. En dan zetten we hier een veertje tussen, of een veertje zo, daar een veertje. En hier ook weer ruimte. En dan het veertje ingedrukt en hier die ruimte weer. Zo. Dat gaat maar door. Op het moment dat ik met de buitenkant die kant uitdraai, heb ik een vrijloop, want die kogeltjes die doen niets. En draai die binnenkant in één keer
sneller dan de buitenkant, dan worden die kogeltjes die worden in dat schuine gedeelte klem gedrukt en dan staat die stator dus stil. En dat is dus de aanvangssituatie. En ja, wordt die stator op een gegeven moment meegenomen door die turbine, en dan krijg je die vrijloop en dan valt dat effect van die stator weg. Nou, ik kan het in een grafiek tekenen. Ik had deze grafiek hier net al getekend. En als we dan kijken naar het effect met een stator, koppelomvormer, hè, want hij vormt de koppel, wat er geleverd wordt, dat vergroot hij. En dan krijg je een beetje dit effect en dan wordt het rendement ook wat beter. Nou, dat is de rendementsverbetering. En dat effect, ik heb hier al getekend dat het twee keer zo groot wordt. Nou, dat is in de praktijk ook. En dat noemen we het stall torque, zeggen ze dan in het Engels met een mooi woord. De maximale koppelvergroting die je hebt op het moment dat de auto nog stilstaat. Voet op de rem, veel gas erop. Die pomp die loeit als een idioot. En die turbine die gaat lekker mee. En die koppelomvormer die vergroot het koppel. En dat kan soms wel tot een factor 2,5 zijn ten opzichte van wat je met een normale vloeistofpomp hebt. En daarna kun je natuurlijk als een raket vandoor. Tenminste, vanuit stilstand. Bij hogere snelheid dan werkt het op een gegeven moment niet meer. Maar goed, daar hebben we dus die vrijloop voor. Dat stall torque, dat vergroot dus het koppel tot een factor 2,5. Bij sommige situaties kan het zelfs nog meer zijn, maar goed, dan praat je meer over grote machines, treinen, dat soort dingen. Maar in een auto betekent dat dus dat het koppel twee keer vergroot wordt, dat de versnellingsbak en de rest van de aandrijflijn ook twee keer zoveel kracht voor zijn donder krijgt. En als we bijvoorbeeld kijken naar een koppelkrommer van een auto, nou, die kan een beetje zo lopen, dan zie je bij sommige auto's met een handbak dat het zo loopt. En pak je dezelfde versie met een automaat, dan zie je dan wel eens dat koppel afgeplat loopt. Dus je zegt, ja, je hebt trekkracht van 1500 tot 3500 toeren maximaal. Maar dat is eigenlijk gewoon zelfbescherming van die versnellingsbak, omdat die anders te veel koppel op zijn donder krijgt. En de levensduur ernstig bekort wordt. We zijn nu inmiddels vanuit stilstand vertrokken en de auto die rijdt. Ja, en dan heb je natuurlijk bij een normale wrijvingskoppeling is de koppeling dicht en dan heb je een 1-op-1 verbinding. En dat heb je hier dus niet. Want er zit altijd, ik gaf het hier al aan, een ventilator kan een windmolentje aandrijven, maar het is altijd verlies, zal nooit hetzelfde toerental halen. En ja, dat is tegenwoordig met alle grammetjes die tellen, of iedere druppel qua verbruik, niet helemaal ideaal. We willen natuurlijk wel dat gewoon die ingaande en die uitgaande as hetzelfde toerental draaien en gewoon het koppel 1-op-1 overgenomen wordt. En daar is een oplossing voor en dat is de lock-up. En dat is eigenlijk gewoon, dan worden de ingaande en de uitgaande kant worden aan elkaar vastgezet. Dat zou je als volgt als een soort koppeling voor kunnen stellen. En dan zit aan de andere kant zit. Koppeling zo. En op het moment dat deze koppeling gesloten wordt, zet je dat hele vloeistofgedeelte buitenspel. En dan heb je een 1-op-1 verbinding richting van de motor naar de versnellingsbak. Dat kan je natuurlijk doen als je één keer op kruissnelheid bent. En mocht er geschakeld worden, ja, dan gaat die even open, wordt er geschakeld. Dan regelt de elektronica zelf. En is er geschakeld, dan ga je gewoon weer met de vaste verbinding verder. Alsof het een gewone auto is. Een auto met een gewone handbak is. Nou, dat koppel wordt dus hier al opgejaagd. En daarom heet het een koppelomvormer. En ja, dit zijn de basics achter de koppelomvormer.